Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Battlefield Hardline. Oh, zo mooi. Dit is een awesome area waar dus de pool boven ons zit, daar voor de duidelijkheid. Dus dat is wel heel erg awesome gedaan. Er is één evidence ding blijkbaar. Ik neem aan dat het boven is en niet buiten. Yep, dat is boven. Oké. Dan gaan wij ook eens even naar boven toe. We gaan niet door die deur heen. Nog niet. We gaan door deze deur. En dan moet hier blijkbaar ergens iets zijn. Het is een drol in de toiletpot. Dat zou het zijn. Waar de fuck moet dat zijn? Die distance. Zo is het een meter. En als we zo doorlopen, dan is het ook een meter. The fuck. Het zal wel. We gaan een bug plaatsen. Oeh. Heel veel geld. Valt ook niet op. Straks gaat hij af, want zij had die fucking ringtone aanstaan van haar. Obviously, you have no idea who I am, because if you did, you would not be stealing from me. Ben je niet een stelen, jongeman? Well, you look Mexican, so I'll assume you're a burglar, but I'm also assuming you're not the average burglar. En jij hebt een heel groot hoofd op deze tv. In this neighborhood, but you picked mine to rob. Why is that? I wonder. Hey, seemed like a challenge. Well, let's up the challenge. I just pushed a button, which means about a dozen coked-up psychopaths with automatic weapons are heading your way. Oh, gezellig. You scared yet? No, yeah. Doesn't seem like it. Not from where I'm standing. Oh, now this is very clever of you. A two-man job, huh? So to speak. Hats off to you. Really? You twits better take all the cash you can carry and spend it fast. Buy gold. Buy a goddamn sailboat, because I'm not gonna stop coming for you. Ever. Shut up! Zo! Daar kwam wel aan. Hallo! Just thought I'd check in. Dat is een fucking droog ook. That's not gonna work. You got bad guys coming at you. Oh, for fuck's sakes. Uh-oh. Water. Wow! Dat is wel fucking ziek. Oh shit. Survive? Oké, AKU time. Hide achter deze muur. Wacht, hoor, ik kan mijn ammo aan ons afgeven. Oeh, meneer Stubman. Hij laat mijn cover eens heel. Ik was net zo fucking blij met mijn cover systeem. Oh. Oeh, dat is Kai. Hallo. Zij is en blijft nog steeds fucking badass. Eerlijk is eerlijk. Zij is echt fucking badass. Well, at least we have to fill out a bunch of paperwork later. You get Stoddard? Then try. I figured you'd probably use a handbag here. Thanks, by the way. We should go. What the hell did Doss and Stoddard do to you? Let's just say, I wasn't always the kind of person who would fuck over her partner. Fair enough. Just so you know, this isn't about killing Doss. Not for me. Okay. What's it about then? For you? I want him ruined. Because that's what he does. He ruins people. And Stoddard? Stoddard, I'm fine with just killing. Fucking droog. Pretty sure you're gonna get another shot at him. After tonight, Stoddard's gonna be coming after us. Ach ja, laat hem maar komen. Yay! Episode 7, Glasshouses. Alright, we gaan naar episode 8, Sovereign Land. With Kai's phone in place, tracking that money to his destination should be relatively easily. Getting to it, not so much. Ik ben heel erg benieuwd en we gaan eens een mooi kijkje nemen. Ziet er al erg gezellig uit aan het laadscherm daarboven. Alright, we hebben een hot supply chain ding en de boomer connection. En één duurt om te arresteren. Klinkt geweldig. Oké, AKU gaan we nooit verkopen. Overduidelijk. Waarom zouden we ooit onze AKU weg doen? Goeie vraag. Case valt voor me niet. Continue! We gaan verder. Hey, did you guys see the news? What, the Rourke thing? Apparently, you two caused $3 million worth of damage. The guy literally lives in a glass house. Oh yeah! You're gonna love this. Bam! What is that? Where Doss is keeping his dirty money. Your little tracker scheme worked? Now right here, this is where Kai's phone wound up. Doss's corporate HQ. I mean, the place is a beast. We're talking private elevators, blast-resistant windows. Wait, I know that building. That's right on Foster Key, off mainland Miami. And this is a work order for a vault that was installed in the penthouse suite 6 months ago. Okay, tell me about it. Foot-thick steel door with a combination lock and magnetic seal. So we blow it open? The amount of explosives needed would level the building. So we don't blow it open. Or do we? Now, I used to hang with some folks that have an auto-dialer. It's like a safe-cracking robot. They called it the Brute. I mean, the thing is fast, man. It could power open any combination safe. Call him. Tell him we need to borrow it. Already did. We just need to pick it up. Hij heeft het goed weg, Boomer. Oh god. Waar fuck gaan wij naartoe? In the middle of fucking nowhere. Letterlijk. Long way to come for a safecracker. You really used to live out here? Oh yeah. I was a little screwy after the army. You know, made a local friend. So I hung around for a while. Don't ask, don't tell, huh? Oh, that's funny. What'd you do in the army? Intelligence analyst. But no skills to work, I see. Look, you try getting a straight job with a dishonorable discharge on your record during a recession. It's a long story, man. I went AWOL. For how long? Technically, I'm still AWOL. So what about you, man? What's your story? Oh, Marcus! Dude. Oh, you got a little fat. What? You got a little looking good. I'm gross. If I wasn't covered in dust, I'd need like SPF 5800 out here. oh, I'm sorry. This is the friend I was telling you about. Hi, I'm Nick. Hello there, Mr. Nick. You look great. You really do. Thank you. Nerds. So do you have the safecracker thing or not? No, we have to go to the compound to pick it up. Oh, the compound. I thought you were gonna, Is your dad gonna be there? Oh my god, he's not mad at you anymore. Really? I mean, he's not gonna pop the champagne when he sees you, but... So I guess we're gonna go pick it up then. Hey, do you guys mind driving? Nee. Sure, why not? Awesome. Zij is niet goed in haar hoofd. Ver van. Ik wil alleen even heel gauw een ding checken. Audio, oké, perfect. Niks aan het handje. Ik wil gewoon even checken, want het geluid was redelijk hard naar mijn mening. Maar dat valt dus wel mee. Het is gewoon zoals het altijd was. Alright, we moeten die kant op. Want daar staat tenminste een pijltje in naartoe. Same old. Local or offshore? Mostly offshore. Where am I going? Follow the road, I'll tell you when to turn. Oké. Oh, daar lag een dooddier. I'm enjoying the money. Jij bent een raar mens. I work with Boomer. Oh, en ik kijk niet naar de weg. The Fast and the Furious. Alleen ik rijd niet zo. Goed dat ik word op de minimap, let als ik goed stuur. Zie Boepen, jongen, die heeft echt een dikke wipneus, jongen. Oké. Okay. Ja, omdat hij een neger is. My dad said, which was so fucking romantic, but which kind of upset my dad, I guess. Die laws zijn echt niet goed in de hoofd. GPS, so he always knows where I am. Great. Yeah. Geweldig. Fucking geweldig, mens. Jij bent echt niet goed in je hoofd, maar je bent wel lekker. Maar oké, dat is een ander verhaal. Die is goed lekker. Oh nee, die is niet goed lekker. Verder nog wat om te kunnen zeggen. Ziet lang. He was in Seal Team 6. Oh, he was not in Seal Team 6. Due to problems with the socialist tyranny of the American government, he founded a community of like-minded patriots. Andere Mongols dus. Our guys here are armed. Totally armed. Oh, Nick, it's cool. I know these people. They're mostly hippies. Actually, all the hippies you knew are gone. What? Where'd they go? Just gone. Aha, gone. Wow! Die pick-up truck rijdt harder dan ooit een pick-up truck zal rijden, jongen. Jesus Christ. Dirt road straight ahead. That's ours. Dat ding, dat vloog, jongen. Oh god, waar de fuck zijn we beland, jongen. Zolang we AKU hebben, hè, dan vind ik het helemaal goed. Geen iedereen uitmoden met AKU. Oh, fucking great. Dude. Oh my god. Is dat een man of een vrouw? Well, well. Marcus Boone, the een man. Hey, Mr. Albert. Thanks for seeing us. Dat had ook echt een of andere man wel heeft kunnen zijn, die gast bijna. Nick? Ja. Boomer says you got a machine that can brute force any combination lock. Certainly can, Nick. You just gotta give it a little time. Nick Mendoza, right? Oh, hey, look at that. Shit just got real. My dad kind of monitors my calls. Yeah, a lot of people want to talk to you, Mendoza, including a fella from LA named Stoddard. Say he'd pay 250 grand for you alive. He's coming here right now. Nou, dat is leuk. Sorry, Marcus. Boys, what do you say we escort Mr. Mendoza and Marcus down to the presidential suite? Wait, you said just Nick. But Marcus isn't welcome here. He never was. Oh, baby, I'm so sorry. Peel her off this asshole before I puke. Wow. Oh, and Marcus, just so we're clear, race is not a factor here. My dislike of you is strictly personal. Aha, tuurlijk. Sowieso omdat hij een neger is. Ik bedoel, een donkergetinte man. Nou, daar zitten we dan. In de cel. Nou ja, bijna dan toch. En weer zit er een prison break in de game, hè? Het is echt een patroon. Er zit een prison break in de game. Dat is een beetje elke game. Hi. Oh. Really? Where'd you get that? Ja, dat is inderdaad goed zo. Ah. Dune, who just set us up? Dune, who set you up? She's actually really good people. Aha. Oh sure. Tuurlijk. Nou ja, we komen buiten de prison, dus dat is al goed genoeg voor mij. Alright, stay behind me. Aha, we gaan iedereen killen. Ik heb natuurlijk geen scanner. Aha. Dit lijkt een oude missiesilo of zo. Ja, zie? Missiesilo zeg ik ook. Oh my fucking god, ja, missiesilo. Een missalsilo inderdaad. Ik bedoel natuurlijk een missal. Silo en niet een missiesilo. Gezellig hier. Ah, nou, we lopen gewoon door. Ga niet moeilijk doen. Deze kant op. Shit. Which way now? Deze niet in ieder geval. Die kant ook niet. Hij staat aan die kant. We gaan hier eens even kijken. Nope. Hij moet dus daadwerkelijk die kant op. Hij staaf. Oh, we maken wel erg veel kapal. Oh ja, hij had volgens mij... Oh mooi, hij heeft de key bij zich. Dat is lucky. Dat is echt toevallig, jongen. Oh, hij heeft ook een pistool. Mooi. Pak die pistool mee. G18? Nee. En weet ik niet. Eigenlijk. M9? 11. Oké, come on, let's find that escape hatch. Ah, dit is wel een coole missie eigenlijk. We moeten dus een beetje stealth doen. Zoveel mogelijk in de kogels sparen, zeg maar. We hebben gewoon limited ammo, dus dat is wel awesome. Dat is echt wel cool. Voor wat? Zoek uit voor wat? Dit is wel een hele gezellige missile silo. Wait here. Hands up. Stay right where you are. Oh, take down staff, dude. Fuck jou. Hier is ook niks. Fuck is hier te beleven bij de paarse roze licht? Ook niks. Gewoon heel veel voedsel. Damn. Ik laat me veel ingeslagen. Oh, daar hebben we een dude die we gaan nakken. Oh wel. Once Tony took over, he changed the whole scene pronto. Hey, get this. The Mexican? He was a cop. Oh man, way too many cops around here lately. Yeah, well, he's not a cop anymore. Shotgun power. He busted out of prison a couple days ago. So who's the guy paying the cops bounty? Tony doesn't know. Found his number on the ATF agents. Put your hands up. Don't move. How the fuck did you... Dat is in ieder geval één dude, minder. Hands up. Hey. Keep them up. Hey, don't shoot, buddy. I swear I had this thing working. Hey, hey, hey! Zo. Probleem opgelost. Ik had een beetje stijlvachtig doen, maar ja. Dat ging niet helemaal goed, zou ik zeggen. Niet mijn schuld. De game zijn schuld. We lopen lekker door. Hey, one of these idiots had my scanner. Zou de game echt zo'n vallen nazi-hond zijn, dat je helemaal terug moet lopen voor andere collectibles? Denk ik wel, hè. Dan zie ik de game echt wel... Dat zie ik hem echt wel doen. Dan zie ik de game echt wel doen. Open de deur! Zo. Holy crap. Alright. We moeten onze gear back. What? Are you nuts? Let's just get out of here. Look, if Stoddard gets his hands on it, he'll trace it right back to Kai and Tyson. Okay, we can't risk that. Shit. Yeah. All right, so how you want to take this, man? There's a lot of Albert's dudes down there. No one. Kunnen allemaal dood. Looks like there's a place to climb in on the left. Okay, or we could crawl under that fence over there on the right. Yeah, or we could take them head on. What? If you're up for that. We kunnen dus echt kiezen. I'll be right behind you. Dat is wel cool. Dit is echt overduidelijk. Kies wat je wil. Come on. You can get this black man killed. I feel it. You're gonna get this black man killed. Oh wow. Okay. Omdat dat was wel heel fucking traag. Over het algemeen namelijk in films gaan ja, zwarte mensen of bruin. Eigenlijk zijn ze niet zwart, ze zijn bruin, maar sterven over het algemeen. Dus dat is wel cool dat, die gast dat zo zegt. Ik ben hier gewoon overheen. Echt niet moeilijk doen, hè. Hey, Randy said you got a word about that thing? This is radio. Look, I'm gonna try to reach Duke. Shit, don't you have any other friends? Not out here. Oh wow. Er zijn heel veel mensen hier. Damn. Oh fuck. Die gast had ik nou weer niet gezien. Ah ja, we gaan eerst deze duurt al even freezen onder ons. Lijkt mij het handigste tenminste. Om die duur te freezen. Stop! Hands up! Please, laat die andere duur ons niet zien. Zijn er nog meer live? Ik hoorde nog een keer zo'n geluid. Mooi. Oh ja, lekker lekker. Dat ging goed. Die twee live daar hebben we nog. Hold it right there. Alright, brother, you just take a knife. Oké, mooi. Dat is die dude. Zonder dat de rest het ziet. See that? I'm gonna have a look around. Put your hands up and don't move. You got it. You got it. Oké. Dat ging beter dan ik had verwacht. We hebben zelfs de warrant nog gehad. Hier is onze gear. There it is. Put your hands up. Don't move. Aha, dikke vinger. Op zich hoeven we niet zoveel takedowns meer te doen voor cash of wat dan ook, want dat heeft gewoon totaal geen nut. Oeh, we hebben zelfs AWM en shit. Lekker bezig, maar alsnog gaan we voor de AKU, want die is leef. De M1911, ja, prima. De rest vind ik eigenlijk wel goed, denk ik. Maar wat ik nu zeg, weet ik niet. Geen idee, eigenlijk. Alright, time to get out of here. Aha. We kunnen deze duurt ook nog onderzoeken. To search body. The boomer connection. Now check this out. Freeze! Who the fuck? Alright, brother, you just take it nice and easy there. Aha, doe ik ook wel, brother. Met je mooie slang op je rug. Zo. Nou nog naar de auto toe. Hold it. Don't you move. The fuck? Mooi, die druk bij. Alsnog ben ik ze allemaal aan het freeze motherfucker, hè, maar. Dat is puur omdat het kan. Stop. Keep those hands up. You gonna eat that thing? Nah, just gonna skin it. Ain't that kind of a way? What am I, fucking Choctaw? Circle of life. Oké, dat is nog wat evidence. Yay, we hebben de hot supply chain gevonden. Hands up. Keep them up. Shoot them. Wow. Hands up, motherfucker. What the fuck, die gast die staat met de rug naar ons toe zo. Die doet niets. Die draait niet eens om. Ik zou verwachten dat ze om zouden draaien ofzo. Oké, het alarm uit. Ah ja, op weg naar onze auto. En snel ook. Ik weet dat er nog veel meer lui zijn hier. Ik weet niet eens hoe de fuck ik te komen haal. Help. Hoe de fuck moet ik daar komen, game? Ah, ik hoef geen taser. Hoe de fuck kom je buiten, game? Mag je er op? Nee. Nope, ook niet. Ah, daar is de ingang. Nevermind. Hallo, ingang. Jou zocht ik. Hoe ver moeten we lopen? Zou hier iets binnen liggen? Yep. Mooi. We hebben er nog wat bij. Bomb blueprint. Hallo, gaat het met jou, boomer? Hallo, dude. Oh my fucking god, wat is dit voor roesbak? Jesus Christ. Oh my god, dit is echt een hippie auto. Oh my fucking god, dit gaat wat worden, hoor. You want to talk about what's going on here? It's like these guys are geared up for their own private apocalypse. Yeah, Tony's kinda flipped his lid. Aha. Gezellig. What do you guys even need a safe cracking robot for anyway? To steal something? Well, at least it's being used for a noble cause. Aha. Head for the airstrip. That's where your Brute is. Okay. Okay, and you're sure it's there? Yes, I'm sure. That's where Tony keeps all his crap. Just drive. Als jij je bakkers, jongen, je had maar net godverdomme opgelicht. Okay, look, there's one thing I want to know. Oh, just one? Hey, well, there's a lot of things I'd like to know. Could you just hang on? Dooney, why'd you let your dad lure us into a trap? I assumed Nick was just one of your dirtbag friends, but then I found out he's a cop, which is kind of worse, but whatever. Whatever? Whatever? You know you're coming with us now, right? Oh, really? Jesus! Fuck, boomer! What if instead I turn you both over to this Stoddard person and collect my 250 grand? What the hell? What? Of jij krijgt zo meteen een pijl door je bakkers heen. I'm totally messing with you guys. God, we're crazy. Gun's not even loaded. I was beter wel loaded geweest. Kom op, kut. Nee, ik ook niet. Ik zie vrij weinig, godverdomme. Game. Is everyone okay? Hoop het. Oh, is doen nou. Yeah, my leg's broken. Oh, we gotta get you some help. Marcus, those guys that ambushed us are coming. You remember this thing? Right. Nick. Hold him off while I do some triage. There's guns in the trunk. You got it. Now for the record. This place has changed. A lot. Aha, ik zie het. Ik denk niet dat wij bij de guns in de trunk komen. Boomer, look out! This is our plan B. Geef mij die fucking auto, jongen. Waarom mag ik niet in die auto zitten over die turret? Auw, 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 auw. Paniek! Hallo. Hoe de fuck zitten zij alles er doorheen? Jesus Christ. What? Damn! Wow, lekker! Die gast die hitte hem echt goed. Ja, hij is dood, jongen. Heeft daar nou nog een ding gegooid? Fucking hell. Holy crap! Ja, ja, I know. Waar de fuck is Dune eigenlijk? Die mongol schiet hij nou eigenlijk ook gewoon de dochter van hun baas dood, hè? Dat is eigenlijk ook een beetje stom. Ah, we hebben het overleefd. Perfect. Dan gaan we in de volgende part verder. Ik ben zeer benieuwd. Ik hoop jullie ook. Als je het een super awesome part vond, geef natuurlijk even een dikke like. Deel hem met je vrienden eventueel, of zet hem even favorieten. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Laters!